hoe kan een arts het beste vertellen dat iemand een hoger risico heeft op dementie? Wij zijn Agneta Fruitier en Wiesje van der Vlier van het Alzheimer Centrum Amsterdam. En wij zijn betrokken bij de simulatiestudie van het ABIDE-project. Er is steeds meer mogelijk op het gebied van diagnostiek van Alzheimer. Maar om al die tests zo goed mogelijk te gebruiken en om ook te zorgen dat alle informatie daadwerkelijk landt bij de patiënt, moeten we zorgen dat we het op de goede manier vertellen. En hoe doen we dat nou het allerbeste? Dat is waar dit onderzoek over gaat. En dit doen we door een arts-patiëntconsult na te bootsen en dit op te nemen. En deze video's die gaan we voorleggen aan een hele grote groep mensen. Ze krijgen eerst een vragenlijst voordat ze de video bekijken. Dan bekijken ze de video en dan krijgen ze nog een vragenlijst. En op basis van deze antwoorden kunnen we dan bepalen wat de effecten zijn van de verschillende versies van de boodschap. Nou, iedereen die via hersenonderzoek.nl staat ingeschreven kan een uitnodiging ontvangen wanneer ze 50 jaar of ouder zijn, geen depressie hebben of hebben gehad en zelf geen geheugenklachten ervaren waarvoor ze naar een dokter willen. Wanneer u zich aanmeldt om mee te doen, dan ontvangt u binnen een week een link van mij naar de vragenlijst. U kunt de vragenlijst op elk door u gewenst moment starten, gewoon vanuit uw huis via internet. Het invullen van de vragenlijsten en het kijken van de video duurt samen ongeveer 50 minuten. En het is heel belangrijk dat u de vragenlijst in één keer afrondt. Nou, we hopen in totaal minimaal 1000 deelnemers te vinden voor deze studie. En de resultaten van dit onderzoek gaan we gebruiken om de manier van communiceren over diagnostiek zo goed mogelijk te verbeteren en artsen te ondersteunen, zodat zij de informatie zo goed mogelijk bij de patiënt kunnen krijgen.